Een hele goede dag, dames en heren, en super leuk dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. Ik ben vandaag de dag. Wat is dat? Dat is gewoon een vogel, maar ik weet niet of die vogel gedaan of niet. Maar ik ben deze dag begonnen met bellen naar de makelaar. Het verhaal. We hadden gebeld aan de makelaar en gezegd: hey, we willen per direct het huis hebben, 100%. We willen alleen even bezichtigen, donderdag. Komt er dus eigenlijk op neer dat wij dus. Geen recht meer hadden op het huis, want daar is vergeven. En dit had de reden dat de makelaar had. De makelaar, het was niet het huis van de makelaar, het was van een particulier die het via de makelaar verkocht. En die particulier had gewoon gezegd bij de eerste persoon die kwam kijken: als je wil, mag het gewoon meteen hebben. Ik had gisteren een lekker stokbroodje gehaald en die ligt dan hier. Weet je wel, zo'n lekker stokbroodje. Hij is nu niet meer in mijn heel, want ik ben even een heerlijke stokbrood met kaas en Serrano ham, volgens mij heet dat, aan het maken. En hierna ga ik dat opeten. En dan ga ik vervolgens weer koken. Want wat ik zo meteen ga maken, dat is echt fucking lekker. Dat heb ik laatst ook in mijn video volgens mij al laten zien. En op Instagram ook nog eens getoond. Want ik ga namelijk kip maken. Maar dat is dan niet zo speciaal. Maar daarbij hoort een heel pakket. Of nou ja, dat koop je gewoon natuurlijk. Dat krijg je niet. Kost je gewoon een duit. Hè? Kost je gewoon veel geld. Maar ik ga straks Indonesian nasi goreng maken. Met kip. En sowieso wil ik ook nog wel eens een keertje een hele vette koopvideo gaan maken. En dat komt eigenlijk voornamelijk omdat een maatje van mij. Ik zou trouwens even de spullen van de kok al zeggen. Het komt namelijk omdat een maatje van mij die is kok, chefkok in Amsterdam. Koksopleiding gedaan in België. Een hele speciale, goede koksopleiding in België blijkbaar. Dus als je het misschien leuk lijkt, ik zal even een Instagram story aan gaan maken. En kijken of mensen het interessant vinden. En dan ga ik gewoon een keertje een hele vette video maken met hem. Echt iets super culinairs maken. We gaan koken, let's go! Een lekker muziekje staat op trouwens. Maar ik wil geen copyright claimen. Dat is misschien ook wel handig. 2 uur voordat we moeten werken. En dit zou, als het goed is, 40 minuten moeten duren. Dus we gaan het zien. Ik ga even een timer aanzetten op mijn telefoon. Want ik geloof er namelijk echt geen ene reet van dat dit echt 40 minuten is. Dus we gaan 40 minuten aanzetten op de klok. Hot, mijn telefoon is echt aan vervanging toe. 3, 2, 1, let's go. Dit zijn een beetje dezelfde dingen die ik nooit geloof. Die ze ook altijd bij die Jamie Oliver dingen doen, weet je wel. Dan zeggen ze, ja, 30 minute recipes. Ja, tief op joh, duurt altijd gewoon een uur. Hier hebben ze gewoon een koeker. Dus, heel chill. Ja, ik ben dus geen tomatensoep aan het maken, maar ik ben gele rijst aan het koken. Waarom wordt dit in godsnaam rood? We zijn op het punt beland dat we de kip hebben gesneden. Nou, de kip moet ik gaan bakken. Alles hier is ook gesneden, dat is ook gesneden. De rijst is aan het koken. En nu verder dus met de kip. Kip zorgen dat hij klaar gaat. En een reactie van iemand op mijn YouTube video. Maar we hebben nog 16 minuten te gaan. Let's go. Heerlijk bruin allemaal. Nou mag dit er allemaal in. Moeilijk hoor met één hand dit. Goeiedag, zwaar. Het is de timer die afgaat. Ik heb alleen het geluid niet aanstaan, dus dan hoor je hem niet. Maar ja jongens. Albert Heijn. Ja jongens, dat is niet helemaal eerlijk hè. Dit moet nog zeker 5 minuten minimaal. Dit nog 2 ongeveer. En dat is klaar. Rijst mag erbij. En als ik in mijn vingers knip, wat ik dus niet nu kan, is hij helemaal mooi gemengd. En zo is hij helemaal gemengd. Lekker hoor. Dit is bijna klaar. Dus dat is bijna klaar. Dan gaat dat bovenop bakje in. Dat kan ik mooi meenemen naar mijn werk. En zo is mijn hele maaltijd compleet. Helemaal af, klaar. De uitjes zitten in dit bakje. Ja, daar zie je verder niet zoveel van, maar die zit hierin. Want die ga ik niet hierbij pleuren, want dat is. Dan trekt al die peper in mijn eten. En dan kan ik het niet meer eten. Maar ja, ik ga nu lekker werken. Dus ik, normaal gesproken zeg ik dan tegen mezelf van, nou weet je wat, sluit ik de vlog lekker af na het werk. Ga ik deze keer niet doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even zeker een duimpje omhoog. Ik niet abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer. Hopelijk bij een nieuwe video. En dan zoals altijd natuurlijk, later.